Je voelt je fit, je bent nooit ziek, sport vaak, je hebt voor zover je weet een goed afweersysteem. Waarom zou je dan het coronavaccin nemen? Het is belangrijk om te weten dat het coronavirus ook voor een goed werkend afweersysteem een nieuw virus is. Het lichaam en de afweercellen die ziekteverwekkers bestrijden kennen dit virus dus nog niet en zijn er daarom ook niet goed op voorbereid. Laten we nog wat meer inzoomen op dat afweersysteem. Dat bestaat uit twee onderdelen. Het aangeboren en het aangeleerde afweersysteem. Als een virus voor het eerst het lichaam binnendringt, komt het aangeboren afweersysteem direct in actie. Je kunt de afweercellen van dit systeem zien als een eerste linie van soldaten. Ze vallen het virus direct aan, maar geven ook een signaal aan de tweede linie van soldaten. Dit zijn afweercellen die heel specifiek zijn voor dit virus. Door dit signaal gaan deze specifieke soldaten zich als een gek ontwikkelen en vermenigvuldigen. Daarom noemen we dit het aangeleerde afweersysteem. Het kan wel tot 1 à 2 weken duren voordat dit op volle sterkte is. Als ze het virus verslagen hebben, gaat een deel van je immuunleger dood. Maar, heel belangrijk, een ander deel ontwikkelt zich tot geheugencellen. En deze onthouden hoe het virus eruit ziet. Hierdoor word je niet of veel minder ziek als het virus nog een keer voorbij komt. Zodra het virus opnieuw probeert binnen te dringen, komt je aangeleerde afweersysteem in actie en schakelt het virus snel uit. Een vaccin lokt dezelfde reactie uit als het coronavirus en traint op die manier het afweersysteem om het virus te herkennen. Bij een vaccin krijg je een klein of verzwakt stukje van het virus ingespoten, waardoor je er niet ziek van kunt worden. Maar op deze manier wordt er wel geheugen opgebouwd. Om je te beschermen tegen het virus, hoef je dan niet eerst ziek te worden. Zijn de vaccins wel effectief genoeg? Je hoort waarschijnlijk over 95% of 60% effectiviteit. Maar wat betekent dat nou? Het is helaas niet zo makkelijk dat het betekent dat van de 100 mensen 95 mensen geen corona krijgen en 5 wel. Maar het betekent dat de kans dat je ziek wordt 95% of 60% kleiner is nadat je gevaccineerd bent. Er is dus nog steeds een kans dat je COVID krijgt, maar die kans is wel veel kleiner. Je vraagt je misschien af, heeft het dan wel zin om je te laten vaccineren met een vaccin dat 60% effectiviteit heeft? Ja, dat heeft het zeker, want bijna iedereen die gevaccineerd is met het AstraZeneca-vaccin ontwikkelt antistoffen. Dit betekent dat je misschien nog wel ziek kan worden, maar dit vaccin traint wel het geheugen van je afweersysteem om snel ter plaatse te zijn. Hiermee voorkomen deze vaccins dus dat je heel erg ziek wordt of zelfs overlijdt. Maakt het nog uit hoe oud ik ben voor de effectiviteit? Ja, dat maakt uit. Net zoals de spierkracht afneemt of de huid slapper wordt, wordt het afweersysteem minder goed als we ouder worden. En daarom kan het zijn dat niet alle vaccins even effectief zijn bij ouderen. Van de Pfizer, Moderna en Janssen vaccins is aangetoond dat ze ongeveer even goed werken bij ouderen als bij jongeren. Van het AstraZeneca vaccin is dit nog niet aangetoond. Let wel, dit betekent niet dat het niet zou werken, maar gewoon dat we het nog niet weten. Daarom wordt het AstraZeneca-vaccin voorlopig gegeven aan mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Is de effectiviteit van alle vaccins hetzelfde in alle landen? Nee. Dat hangt af van de varianten van het coronavirus die er in een land rondgaan. We zien bijvoorbeeld dat sommige vaccins minder goed werken bij de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Dat komt doordat het spike-eiwit, het uitsteeksel van het coronavirus, er in die variant net iets anders uitziet. Het probleem is dat de meeste vaccins het afweersysteem juist trainen om het spike-eiwit van het virus te herkennen. Als het spike-eiwit verandert, kan het afweersysteem het niet meer of minder goed herkennen, waardoor je alsnog ziek kunt worden. De effectiviteit van het vaccin wordt dan dus lager. In sommige gevallen is een virus met zo'n ander eiwit ook besmettelijker dan de originele coronavariant. Heeft het eigenlijk nog wel nut om iedereen te vaccineren als er varianten zijn met een ander spike-eiwit? Ja, ook hiervoor geldt dat het vaccin je nog steeds tegen heel veel varianten van het virus beschermt. Ook als het spike-eiwit een klein beetje is veranderd. Misschien beschermt het niet zo goed als tegen het oorspronkelijke virus, maar het voorkomt in elk geval dat je ernstig ziek wordt en in het ziekenhuis terechtkomt. Hoeveel mensen moeten het vaccin nemen om de pandemie te stoppen?
Eerst dachten wetenschappers dat wanneer 60% van de bevolking gevaccineerd is, we groepsimmuniteit zouden bereiken. Er zijn dan zoveel mensen immuun dat het virus zich niet makkelijk meer kan verspreiden en langzaam zal verdwijnen. Maar die groepsimmuniteit hangt erg af van de besmettelijkheid van het virus. Als het virus besmettelijker wordt, zoals de Britse of de Zuid-Afrikaanse variant, dan kan één persoon meer mensen infecteren. We moeten dan meer mensen vaccineren om iedereen te beschermen en de pandemie te stoppen. We denken nu dat we bij zo'n 70% groepsimmuniteit bereiken. Dit kan dus hoger of lager uitvallen, afhankelijk van het ontstaan van nieuwe varianten van het coronavirus. Wat vooral heel belangrijk is, is dat we zorgen dat we niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk vaccineren. Hoe langer we wachten, hoe meer tijd het virus heeft om zichzelf te kopiëren en te veranderen. Dat maakt de kans ook groter dat er gevaarlijke varianten in de rest van de wereld ontstaan. Als we te lang wachten en te veel mensen zich niet laten vaccineren, bestaat er een kans dat er varianten ontstaan waar de huidige vaccinaties uiteindelijk niet meer tegen werken. Dat moeten we dus voor zijn. Voor het stoppen van de pandemie geldt in elk geval: hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter.